De grootste kinderporno-website ter wereld is opgerold. Twee opgepakte Nederlanders en een Australiër waren de beheerders. Het netwerk had meer dan 45.000 deelnemers. Verder in het nieuws vandaag. Straf voor gemeenten die niet genoeg huizen beschikbaar stellen voor vluchtelingen. En Amerika geeft toe, bombarderen Artsen zonder Grenzen ziekenhuis had voorkomen kunnen worden. Goedenavond. We weten dat het bestaat. Netwerken die handelen in kinderporno. Maar soms rolt de politie er een op waar je toch even stil van wordt. Een internationale organisatie met een soort beloningssysteem voor degene die de ergste kinderporno maken. Het blijkt te bestaan. En met 45.000 gebruikers was het het grootste netwerk in zijn soort. Dat is walgelijk. Dat is walgelijk. Vandaar dat wij ook alle gegevens die we hebben, die houden we vast en we gaan door tot we ze vinden. Allemaal. De pornosite was jarenlang actief op een geheim deel van internet. Na intensief speurwerk kwam vorig jaar de doorbraak. Op 10 juni 2014 logt Australiër Shannon M., de hoofdbeheerder, voor de zoveelste keer in op het netwerk. Plotseling stormt de politie binnen en arresteert hem. Twee rechercheurs nemen de internetgesprekken over en komen zo in contact met co-beheerder Erwin van den B. in Almelo. Die denkt dat hij nog met Shannon M. chat, totdat de Nederlandse politie ook bij van den B. binnenvalt. De twee belangrijkste beheerders zitten dan vast. De Australische recherche chat verder en spoort deelnemers over de hele wereld op en ze ontdekken het reglement. Het is een soort, ja, bijna een R-maal systeem. Hoe meer punten je krijgt door te uploaden, des te meer toegang je krijgt tot andermans materiaal. En het ging zelfs zover dat er een afgeschermd gedeelte was waarin op bestelling kinderen misbruikt werden. Dat was speciaal voor 500 zeer extreme deelnemers die eens in de twee weken moesten aantonen dat ze hun porno zelf gemaakt hadden. Letterlijk tot en met kinderen die een bordje in de lucht moesten houden met de nickname van de producent om te bewijzen dat het zelfgemaakt materiaal was. De site is inmiddels gesloten, maar de deelnemers zijn nog lang niet allemaal achterhaald. Het onderzoek is nog in volle gang. Wereldwijd zijn nu ruim 300 verdachten aangehouden, 5 in Nederland. Aan de kant van de slachtoffers is van ruim 100 kinderen de identiteit vastgesteld. Hun nationaliteiten worden niet prijsgegeven. Shannon M. is intussen veroordeeld tot 35 jaar cel. Erwin van den B. kreeg maar 1,5 jaar omdat van hem niet is vastgesteld dat hij zelf porno produceerde. En volgens de politie was Nederland van groot belang voor dat kinderporno-netwerk, omdat de internetvoorzieningen hier zo goed zijn. En toch namen de Australische rechercheurs het voortouw. Zij konden onder de naam van Shannon M. binnendringen en zo andere verdachten opsporen. In Nederland mag de politie dat alleen als de namen van die andere verdachten al bekend zijn. Maar er is een nieuwe wet op komst. In vrijwel geen enkel ander land is er zoveel kennis, kunde en capaciteit als het gaat om het creëren en aanbieden van ruimte op internet. Dat heeft ons land veel goeds gebracht, maar het trekt ook criminaliteit aan. Te meer omdat de Nederlandse politie zelden online mag meekijken. Maar dat gaat in de toekomst misschien veranderen. Wat hier lastig is, is dat het natuurlijk gaat om ruimte waar we weten dat er heel veel fout is, maar we hebben nog niet een verdachte met een naam. En daar is onze wetgeving nog niet helemaal op voorzien. Op dit moment is er een nieuwe wet computercriminaliteit in de maak. Ik hoop ook dat die er snel doorheen komt. En die zal ons de bevoegdheid geven, niet zozeer op het stelselmatige, maar wel geeft die ons dan de bevoegdheid om op afstand binnen te dringen in een geautomatiseerd werk. En dat betekent letterlijk, als je weet dat er zo'n site is, dan kunnen we dat binnendringen, technisch, zonder dat we ons van allerlei undercover methodieken hoeven te bedienen. Deelnemers misbruikten voor de website kinderen uit hun eigen omgeving, soms zelfs hun eigen kinderen. Australiër Shannon M. werkte bij de kinderbescherming en vergreep zich aan 6 pupillen. Een nieuw middel om ervoor te zorgen dat gemeenten meer woningen beschikbaar stellen voor asielzoekers. De gemeente die dat doet krijgt een beloning, maar de gemeente die het niet doet krijgt straf. Het gaat om huizen voor asielzoekers die hier mogen blijven. Bronnen bevestigen aan de NOS dat het kabinet met deze noodmaatregel snel meer ruimte wil vrijmaken. Ruimte bedoeld voor de vluchtelingen die nu het land binnenkomen. Het kabinet worstelt al maanden met gemeenten om asielzoekers te huisvesten. Niet alleen asielzoekers die net Nederland zijn binnengekomen, maar vooral de asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Nu zijn er 16.000 die wachten op een huis. De achterstand die gemeenten hebben in hun wettelijke taak om mensen met een vergunning, waarvan we echt zien dat zijn echte vluchtelingen, om die huisvesting te bieden, ja, die loopt nog steeds verder op.
Gemeenten zijn wel sneller dan vorig jaar. Ze doen meer dan vorig jaar. Maar ja, de instroom is weer veel hoger. Dus die achterstand blijft ook oplopen. Het kabinet vindt dat er te veel gemeenten achteroverleunen. Elke gemeente moet namelijk een bepaald aantal mensen met een verblijfsvergunning opvangen. Ook wel statushouders genoemd. Als een gemeente dat weigert, blijven die statushouders in een AZC zitten. Die kosten van dat verblijf wil het kabinet nu doorberekenen aan een gemeente. Als een gemeente straks wel meewerkt, worden ze financieel beloond met een subsidie van een paar duizend euro per statushouder. Het belonen, maar vooral het straffen, is een vergaande maatregel. En opnieuw een bewijs dat de nood op dit moment erg hoog is. Want niet alleen bij de VVD, ook bij de Partij van de Arbeid hoor je dat als er niks gebeurt, de grens van wat we aankunnen al snel in zicht komt. En dus is het kost wat kost nodig dat er heel snel heel veel doorstroming naar woningen op gang komt. Want anders loopt het systeem echt aan alle kanten muurvast. Rusland wil geen oorlog met Turkije. Maar de relatie tussen de landen zal veranderen, zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Gisteren schoot Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht. Het toestel zou boven Turks grondgebied hebben gevlogen. Russen ontkennen het. Op de Russische televisie kwam ineens deze man het beeld inhenken. Hij zou een van de bemanningsleden zijn van de neergeschoten straaljager. De twee piloten kwamen met hun parachute naar beneden. De een werd op de grond vermoord door rebellen. De ander, deze man, zou zijn gered. Waarom hij onherkenbaar op de rug wordt gefilmd, is onduidelijk. Могло ли так случиться, что вы с командиром корабля не заметили, как краткосрочно, как временно вышли за пределы воздушного пространства Сирии? Нет, это исключено. Даже на одну секунду. De Turkse aanval kwam uit het niets. На самом деле, никаких предупреждений не было. Ни по радиообмену, ни визуально. Вообще не было контактов. Поэтому мы заходили на боевой курс в штатном режиме. Wie is hij? De mysterieuze man bevestigt in elk geval de lezing van het Kremlin. Rusland neemt een paar maatregelen. In Syrië wordt een geavanceerd raketafweersysteem geplaatst. De Turkse ambassade in Moskou kreeg alvast de volle laag. Het gebouw werd bekogeld met eieren en tomaten. Russische burgers hebben het advies gekregen om weg te blijven uit Turkije. После того, что случилось вчера, мы не можем исключить каких-то других инцидентов. Bij de Turkse ambassade liep het verder uit de hand. Turkije houdt vol dat het niets fout heeft gedaan. Iedereen is boos, maar niemand wil oorlog. En in Brussel proberen ze het gewone leven weer een beetje op te pakken. Terwijl er aan het dreigingsniveau daar helemaal niks is veranderd volgens de autoriteiten. De kans op aanslagen is nog steeds even groot. Maar toch, de metro rijdt weer in een deel van de stad en ook de scholen gingen open. Achille, pak je je boekentas? Het is weer een gewone dag in Brussel. Tenminste, dat is de bedoeling. Gezinnen vatten hun routine weer op. De kinderen kunnen weer naar school. Dat er niet zo veel dieven zijn. Zullen papa? Nee. Tot straks. Twee dagen waren de kinderen thuis. Dat bezorgde veel ouders de nodige praktische problemen. Maar het begin van de scholen zorgt vooral voor veel opluchting. Ik ben heel blij dat we gewoon terug kunnen overschakelen op de orde van de dag. Hoe veilig voel je je nu? Ik heb eigenlijk meer een onveilig gevoel gehad met al een machtsvertoon dat er in de straten was, dan gewoon met op straat te lopen wanneer ik geen politie of leger zag. C'est comment maintenant, rentrer à l'école? C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de police partout. Ah. Et pourquoi c'est difficile? Beaucoup de police? Ça nous fait un petit peu peur. Vandaag werden er nog eens 500 militairen ingezet om de scholen en de metro te beveiligen. De helft van de metrostations is nu weer open. Vrijdag volgt misschien de rest. Niet bang? Nee. Allee, ik heb niet echt een bang gevoel. Ik heb echt een veilig gevoel eigenlijk. Voorbereidingen zijn in volle gang. Vrijdag moet deze kerstmarkt open. Maar of dat gaat lukken, valt nog maar te bezien. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Reinders gaf vandaag op de Amerikaanse televisie meer details over wie ze nu eigenlijk zoeken. Meerdere jihadisten, zei hij, met zware wapens, waaronder kalasjnikovs en bomvesten. Metro's en scholen zouden geen doelwit zijn, volgens de minister, maar vooral winkels en winkelcentra. Voor het eerst, sinds jaren, is er een nieuwe bank in Nederland met een eigen officiële bankvergunning. Bunk heet die. Het is niet wat je echt voorstelt bij een bank.
is voorlopig niet meer dan een app waarmee vrienden gemakkelijk geld kunnen overmaken naar elkaar. En toch zijn bankiers er niet gerust op. Dit soort nieuwe bedrijfjes die de gevestigde bankensector flink opschudden. Hij is geen bankier, zegt de oprichter van Bunk, maar een IT-techneut die gewoon wat bedacht heeft en gebouwd. En toevallig werd het een bank. Ik kan jou een geldverzoek sturen. Alleen dat ene punt al, los van al die andere punten die we hebben gebouwd, maakt het echt fantastisch. Bunk is een fintech. Zo worden de technologie-startups genoemd die bankdiensten aanbieden. Er zijn apps om te beleggen, geld aan elkaar te lenen en om te betalen kun je behalve bij Bunk ook terecht bij bijvoorbeeld Spend, Spitter en binnenkort Soden. Allemaal doen ze net iets anders dan de traditionele banken. We hebben een koppeling gemaakt tussen je telefoonboek en alle bankrekeningen. Dus je hoeft niet iedereen zijn iemands meer in te vullen de hele tijd. Dat is vet irritant. Dat gaat allemaal automatisch. Geef geld. En dan doe ik een paar smileys erbij. Zo. Wat Bunk bijzonder maakt is dat het de eerste fintech is met een bankvergunning. Bunk kan dus uitgroeien tot een echte concurrent van de oude banken. Een van de modellen die de fintechs aanhangen is om te proberen tussen de klant en de banken te zitten. Maar we hebben ook onze eigen oplossingen daar. Dus ING heeft ook zijn eigen betaalapps al en die testen we ook in verschillende landen. Dus die kunnen we ook uitrollen. ING is niet bang, zegt de topman. De bank investeert zelf 1 miljard euro per jaar alleen in innovatie. En probeert daarnaast zoveel mogelijk contact te houden met fintechs door ze, zoals hier in Amsterdam, werkruimte te bieden. Ik denk dat ze zeer welkom zijn in onze wereld. Het houdt ons scherp. Maar Bunk wil meer doen dan dat. Het wil ook groot worden. Niemand dacht dat het mogelijk was om als kleine partij een bankvergunning te krijgen. En dat is ook gelukt, dus waarom zou dit niet lukken? De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar het afschaffen van de blauwe envelop. De Belastingdienst wil alle correspondentie per e-mail gaan versturen, maar daarover zijn meer dan 1000 klachten binnengekomen. De Ombudsman onderzoekt nu of het mogelijk is een uitzondering te maken voor mensen die moeite hebben met digitalisering. Paus Franciscus is in de Keniaanse hoofdstad Nairobi aangekomen. Het is de eerste keer dat hij Afrika bezoekt. Hij wil het vooral hebben over veiligheid en radicalisering. Na Kenia gaat de paus ook nog naar Oeganda en naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Claudia de Breij krijgt vanavond de Louis Davidsring uitgereikt. Ze krijgt hem uit handen van Herman van Veen, die de ring bijna 40 jaar geleden kreeg van Wim Kan. Artiesten mogen zelf weten wanneer en aan wie ze de prijs doorgeven. Van Veen zei eerder in De Wereld Draait Door al dat hij de ring dit jaar aan iemand zou afstaan. U zag al Wim Kan, die kreeg de ring van de eerste drager. Dat was Heintje Davids, die kreeg hem in 1948. Artsen zonder grenzen noemden het een oorlogsmisdaad, een nietsontziende Amerikaanse aanval op een ziekenhuis in Kunduz, Afghanistan, begin oktober. En eiste een onafhankelijk onderzoek. Het Amerikaanse leger geeft nu toe dat er ernstige fouten zijn gemaakt, menselijke fouten. En noemt het een tragisch ongeluk dat voorkomen had kunnen worden. Het ziekenhuis in Kunduz voor de Amerikaanse aanval. Artsen behandelden hier burgers en Afghaanse militairen, maar ook leden van de Taliban. Want voor Artsen zonder grenzen zijn alle patiënten gelijk. En toen kwam de Amerikaanse aanval in de nacht van 3 oktober. Vanuit de lucht werd het ziekenhuis een uur lang bestookt. Ondanks wanhopige telefoontjes van Artsen zonder grenzen dat het een vergissing moest zijn. Bij de aanval kwamen 30 mensen om het leven. Patiënten verbrandden in hun bed. Medewerkers werden op de vlucht neergeschoten. En dat allemaal omdat de Amerikanen dachten dat het een basis van de Taliban was. President Obama bood al snel zijn excuses aan. En nu ligt er dus een rapport van 3000 pagina's. Het Pentagon gaat diep door het stof. No nation does more to prevent civilian casualties than the United States. But we failed to meet our own high expectations on October 3rd. This was a tragic but avoidable accident caused primarily by human error. Blijft de vraag hoe het zo fout kon gaan. Er lag inderdaad een Taliban-basis vlakbij. Maar omdat er ook technische problemen waren, moest de bemanning zelf uitzoeken waar het doelwit precies was. The medical facility was misidentified as a target by US personnel who believed they were striking a different building several hundred meters away. Where there were reports of combatants. The report also determined that the personnel who requested the strike and those who executed it from the air did not undertake the appropriate measures to verify
that the facility was a legitimate military target. De medewerkers die bij de aanval betrokken waren, zijn op non-actief gesteld. Artsen zonder grenzen laat weten dat het Amerikaanse rapport alleen maar meer vragen oproept. De hulporganisatie vindt het schokkend dat zulke fouten kennelijk zo gemakkelijk gemaakt kunnen worden. Ze pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen. 40 jaar geleden, in 1975, begon het zo. Het is even voor middernacht en dat is het lang voorbije tijdstip waarop Suriname onafhankelijk zou worden van het Koninkrijk der Nederlanden. Suriname viert de onafhankelijkheid van Nederland vandaag 40 jaar geleden. Ja, koningin Juliana die haar handtekeningen zette onder de stukken. Maar goed, feest, nu na al die jaren, de economische crisis overschaduwt het enorm. De Surinaamse dollar is vorige week 20% minder waard geworden. En dat komt hard aan bij de Surinamers. De 40ste verjaardag van de Republiek Suriname. Srividensi. Het had een groot feest moeten worden. Maar de portemonnee van het land is leeg en de prijzen stijgen. We gaan de herdenking sober houden. Waardig, maar sober. De meeste levensmiddelen in Suriname die worden geïmporteerd. En dat betekent dus dat de handelaren ze moeten afrekenen in Amerikaanse dollars of in euro's. Nog niet alle winkeliers die hebben de nieuwe wisselkoers in hun prijzen doorberekend. Deze kip bijvoorbeeld uit Brazilië die kost nu nog 20 Surinaamse dollar. Straks wordt dat 25. Een paar van die basisgoederen zijn duur geworden. Tandpasta, olie. Het is zwaar. Het is heel zwaar. Sojini Stewart verdient Surinaams geld, maar moet de huur van haar woning in valuta betalen. 300 Amerikaanse dollar per maand. Met de revaluatie bijna niet te betalen. Ik was 25% kwijt aan mijn salaris voor de huishuur. Nu is dat met de devaluatie in één klap gestegen naar 1/3 van mijn salaris. Elektriciteit, water, brandstof, alles is de afgelopen tijd al duurder geworden. En daar komt nu dus de devaluatie nog bij. Veel prijzen moeten nog worden aangepast. En dat betekent dat de echte financiële klap voor de Surinaamse bevolking nog moet komen. Maar toch gewoon vier of zes Surinamers. Een bescheiden feestje dus. Vanavond treden in Amsterdam, in de stad Schouwburg, allemaal bekende Surinamers op om toch die onafhankelijkheid te vieren. Repetitie was vanmiddag. Land te koop, land te huur, spot goedkoop en echt niet duur. Land te koop, vlak voor de onafhankelijkheid. Veel Surinamers vertrekken naar Nederland, bang voor wat er kan gebeuren. Den Uyl zei dat wij de koloniën moeten opgeven. Toen dacht ik dat mami een toeval kreeg. Het koninkrijk wordt steeds kleiner. We moeten ze bij ons houden. Allemaal mensen op het onafhankelijkheidsplein. En ik was een beetje jaloers dat ik daar geen onderdeel van was. Een vriendinnetje wel. En ze voelde zich heel wat. Kwam later vol verhalen terug. Herinneringen aan Suriname. Niet allemaal met een glimlach. Niet in het theater en niet op straat. En als je kijkt naar de dag van vandaag, dan waar er geen rechtsstaat is in Suriname, dan vraag ik het mij af, van heeft men de geschiedenis, dan weet het, de revolutie dan werkelijk goed begrepen? Ze doen hun best. Kijk, wanneer je geboren wordt, begin je niet direct te lopen. Je gaat kruipen. En langzamerhand ga je voetje voor voetje proberen om stapjes te maken. En zo moet je het ook zien. Het komt goed. Het komt goed. We moeten een beetje geduld hebben. Jij komt van die kant op. Hij is er zelf niet geboren. Het is het land van zijn ouders. Theatermaker Jurgen Tjonna Fong. Het is een land waar ik heel graag naartoe ga om me te laten inspireren. Omdat mijn wortels daar liggen. En in Suriname zeggen ze altijd, Fusap Peego, je moet Fusap Peek moppen. Om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Dus de band die ik heb met Suriname, die is nog niet snel door te snijden. Ja, was het deze? Of was het deze? Of was het dat reclamespotje? Allerbeste van de afgelopen 50 jaar. De ster viert vandaag zijn 50ste verjaardag en de kijker mocht daarom de allerbeste kiezen. Vaak ergeren mensen zich aan die reclamespotjes. Daar hebben de makers iets op gevonden. Goedie! Kijk, dat is natuurlijk geniale commercial dit. Echt meesterlijk. Wat is daar meesterlijk aan?
Nou ja, zo'n boer die daar een beetje geiten loopt te neuken in de bergen. En dan valt de eerste sneeuwdruppel. En dan stormt hij naar huis. En dan scheert hij zich en trekt een hip pak aan. En dan staat hij in het café en zegt, biertje! Dat is echt meestelijk bedacht. Is dat Hollandse school? Dat is absoluut Hollandse school, ja. Ja, ja, dat kunnen ze niet in het buitenland bedenken. Biertje was niet van zijn hand. Wel andere successen, zoals Petje Pietamientje. Ik vind het wel lekker. En de melkunie koeien. Die man, die is zo grappig. Ja. Er wordt een hele constructie gemaakt met 20.000 liter water boven zijn hoofd. En hij was nog steeds stom verbaasd dat hij plotseling dat was. Die man die weet dus echt helemaal nergens van. Nog zo gezegd, geen bommetje! Hallo, hoe was je etentje? Hans van Rijs begon toen de ster begon en dat is 50 jaar geleden. Hij werd toen op zijn vak neergekeken. Ik bedoel, ik heb Ko van Dijk wel eens geprobeerd te krijgen. Nou, ik wou niet eens meer aan de telefoon komen. En toen ik eenmaal met Rijk de Gooier was voor Paturijn en er was ook Rijk en Johnny Kraaikamp voor het CNA. Toen was het plotseling geaccepteerd. En als je dan op een feestje zei dat je in de reclame werkte, dan was je een populaire jongen. Dan kreeg je wat te drinken aangeboden. En voor die tijd sprak niemand met je. Hij was met 2 commercials genomineerd, maar een collega ging er zojuist met de prijs vandoor. En de winnaar van de Gouden Loekie aller tijden is Olifant van Rolo en Nestlé door Amirati Puris Mintas. Ja, de winnaar. Marco, het weer, is ook dat... Ja, wat zou je zeggen? Ook een winnend plaatje. Ja. Maar is dat ochtend of avond? Dit is avond, okay. Dus dit is bij de zonsondergang. En ja, het zag er fraai uit. Hele mooie buienluchten. We zien ze hier nog liggen. We hebben ook foto's voorbij zien komen met prachtige regenbogen. Maar ja, bij zo'n bui word je natuurlijk wel nat. Deze foto's gemaakt in het oosten van het land, maar we zagen het op veel meer plaatsen. Mooie foto's langs de kust, de Wadden en dus inderdaad ook in het binnenland. Nou, dit soort foto's met dit soort weer maak je eigenlijk alleen als er lage drukgebieden in de buurt zijn. Nou, eigenlijk ligt die niet eens zo heel dichtbij, ver weg boven Scandinavië, maar een uitloper daarvan nog steeds over onze omgeving. Daarachter zit dan vaak wat koudere lucht en als die over het warme Noordzeewater komt, dan ontstaan er makkelijk buien. Ook een lage drukgebied bij Italië en Griekenland, daar is het onstuimig weer. Ook morgen, het eerste lage drukgebied trekt bij Griekenland weg richting de Zwarte Zee. En dan volgt vanuit Italië de volgende. Dus daar is het ook nog een behoorlijk natte boel. In Midden-Europa is het rustiger, droger met geregeld zon. En Scandinavië, daar vangt met name Noorwegen de klappen op. Nou, in onze omgeving dus nog steeds een paar buien, ook op dit moment. Op de radar zijn ze goed te zien. Ze trekken van noordwest naar zuidoost over het land. In het binnenland moet het voorzichtig aan wat droger gaan worden. Maar dat duurt nog wel even voordat het echt duidelijk merkbaar gaat worden. Maar uiteindelijk in de loop van de nacht is dat wel het geval. En met opklaringen ligt de temperatuur dan net boven het vriespunt. In de kustgebieden met wind van zee hogere temperaturen van 1 graad of 6. Morgen gaat de wind langzaam afnemen. De zon schijnt van tijd tot tijd. Er kan nog een laatste bui vallen. Maar op de meeste plaatsen is het droog. En dan wordt het 7 graden langs de oostgrens en 9 of 10 langs de kust in het westen van het land. Een prima dag. Ook vrijdag is nog best een aardige dag. Dan is het 7 graden. Het blijft lang droog, maar in de namiddag en avond kan er in het westen wel wat regen vallen. En dan wordt het in het weekeinde weer een heel stuk wisselvalliger. Temperaturen gaan omhoog. Na het weekeinde komen we zelfs boven de 10 graden uit. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De grootste kinderporno-website ter wereld is opgerold. 2 opgepakte Nederlanders en een Australiër waren de beheerders. En in Nieuwsuur de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken over de Russische voorwaarden voor een anti-IS-coalitie met Europa. Om 10 uur, NPO 2. Goedenavond.